Deze nieuwsuitzending is na lange tijd, wat wij allebei betreuren, met Jurk Gliesman. En Jurk is gestuurd op een Nederlands boek, een Nederlandstalig boek, uit 1844. En dat gaat over de kerk en Duitsland. Dat wordt denk ik erg interessant, dus blijf er allemaal lekker bij zitten. Pak een kopje rooibos thee, druk nu even op pauze, want misschien duurt het iets langer. Nou, dag Jurk, was dit een leuke intro? Dag Perry, ja, je doet altijd leuke intro's, man. En ja, ik kan mij ook nog eens een keer verexcuseren dat het zo lang geduurd heeft om nog een keer iets in Nederlands op te nemen. We hebben ja de laatste keren onze Bijbelstudies in Genesis gedaan, met onze Duitse broer Michael dan nog mee bij, die ja ook Nederlands praat. Ja. Ja. Maar die mens heeft het zo druk, daar is het al moeilijk genoeg om met die Duitse dingen af te spreken die ik met hem doe. We lezen dat Griesinger-boek samen, we lezen Hinter den Diktatoren samen, we zijn er nu met de nabereiding van bezig. We gaan nabereidend ook nog een paar dingen gaan doen, een artikel van Michael de Semlien en hoe noemt hem dat weer? Berean Bacon, Richard Bennett, een artikel. Ja. Ook nog lezen in de nabereiding van Hinter den Diktatoren, Behind the Dictators. Dat boek is ja al lang ingedaan. Dus dat hebben we gedaan. Maar we zijn dus zo veel bezig met zoveel andere dingen, dat we echt geen tijd gevonden hebben om nog een keer een tijd te maken voor mij jou bij. Je hebt ook een redelijk drukke agenda, dus het is moeilijk om dat op elkaar af te stemmen. Geen probleem. Ik ben al lang blij dat we nu dit gaan doen. Ja. Ik ook. Daarom heb ik je een paar dagen geleden gecontacteerd en zeg van kijk, als jij maandag namiddag tijd hebt, dan zullen we elkaar bijeen zitten en zullen we dat nog eens een keer gaan doen. Nu, je hebt gezegd dat ik er een boek gevonden heb. Ja, ik weet niet, vraag mij nu niet hoe. Hè. Ik doe zoveel onderzoeken op het internet dat ik hier op dingen stoot. En dit boek ben ik op gestoot, want ik zocht eigenlijk het Duitse boek. En als je dat wilt kopen, kost je dat maar makkelijk 4000 euro. Wat? Ja. Dat is het enige wat ik gevonden heb. Tussen 3.000 en 4.000 euro. Maar je vindt het ook als pdf in het Nederlands vertaald. En ik zeg van ja, maar ik kan ook Nederlands. Dan lees ik dat kost mij niks. Echt waar. 3.000 tot 4.000 euro kost dat boek. Dat is de enige manier waar ik het gevonden heb. Als het überhaupt beschikbaar is. En dat, als een boek niet of moeilijk beschikbaar is, dat wekt dan altijd mijn interesse, weet je. Dan zeg ik altijd van, daar moet er iets in zijn. Nu, de kerkervorming van Duitsland naar haar aard en haar waarde, geschiedkundig geschetst door Dr. K.G. Brettschneider, is dus verschenen in 1844 in Duitsland. Ik denk in 1847 dan vertaald naar het Nederlands. Ik ben even aan het scrollen. Ja, nu heb ik de kerkervorming in Duitsland. Naar haar aard en haar waarde, geschiedkundig geschetst door Brettschneider. Ja, die heb ik nu, ja precies. Ik heb de eerste 22 bladzijden van de pdf gelezen. En ik vond het gewoon fantastisch om eens een keer oud-Nederlands te lezen. En dat is, daar wordt een G geschreven in plaats van een CH, van dat woord macht bijvoorbeeld, wat we vandaar hebben. Ja. Ja? Ik heb macht, dat woord geschreven M-A-G-T in de tijd. En dat is natuurlijk voor mij nog een beetje moeilijker om zo te cijferen, want je weet ja, ik ben ja geen Nederlandstalige van geboorte. Ik heb me dat min of meer autodidact aangeleerd, of in de school, als ik er toen gesmeten werd, gelijk een kind in het koude water, zwem of verdrink, bij wijze van spreken. Ja. Precies, zwem of verzuip, ja. En ik heb leren zwemmen, maar ik vind dat dus echt een keer een uitdaging om te doen. En het punt is ja ook, wij zijn bezig met die Bijbelstudie, Genesis, en dan zullen we ook zeker nog een keer voortzetten. Maar dan hoop ik een beetje met Michael daar nog mee bij. En ik dacht van, kunnen we misschien dit hier een keer gaan doen? En dus omdat dat boek zo moeilijk beschikbaar is, dacht ik, moet dat ja ergens interessant zijn. Ja. Nou, dan keek ik natuurlijk eerst maar een keer naar die auteur, maar over die auteur vind je niet veel. Ik heb dan iets gevonden op Wikipedia en ik heb dat eventjes een keer gewoon met Google Translator vertaald. En ik ben natuurlijk niet gelukkig met deze vertaling, dat is logisch. Dat is altijd maar, dat is met Google Translate, daar heeft er natuurlijk veel foutjes in staan. En ik ben ook niet zo gelukkig daarmee wat ik er gelezen heb, want hij is tenslotte in 1808 in een vrijmetselaarloge ingetreden en in 1829 nog bij een andere vrijmetselaarloge, waar hij tot het einde van zijn leven in verbleef. Ja, en dat is natuurlijk
ergens een bammer, zeggen ze in het Engels. Ne? Een beetje een domper. Hè? Ja, een domper. Een domper, ja. Ja, een domper, ja, om dat erbij te nemen. Maar interessant is om te weten dat hij dus geboren was ergens in de einde van de 18e eeuw. Ik heb het nu al niet onthouden welk jaar dat precies was. Maar hij nam in 1797 een job als huisleraar in Obervira aan en keerde 1802 terug in dezelfde rol naar Leipzig. In 1804 voltooide hij zijn doctoraat en habilitatie aan de Universiteit van Wittenberg, dus waar Luther ook geleerd heeft. Aha. Waarna hij als privédocent lezingen over filosofie en theologie hield. Ja, dus hij heeft hier ook een beetje een inslag van het gnosticisme, ja. Hij besloot als gevolg van de moeilijke tijden van oorlog en administratieve carrière na te streven en daarom verwierp hij in 1809 benoeming tot lid van de Universiteit van Königsberg, dat is in Ostpreußen. In plaats daarvan ging hij als predikant naar Schneeberg en Annaberg. In 1816 kwam hij naar Gotha. Even een vraag. Ja? Je had over Königsberg? Königsberg, ja, dat is in Ostpreußen. Oh, vandaar ja, is dat... Ja? Vandaar is dat een van de Baltische Staten daar. Dat hebben ze ons allemaal weggenomen in de Tweede Wereldoorlog. Daar Königsberg ken ik in Duitsland nog van Königsberger Klopse. Dat is een van mijn maag- en hoe zeg je dat? Maag- en lijfgerechten, of hoe zeg je dat? Als je een lievelingsgerecht hebt. Ja? Königsberger Klopse, dat zijn dus zo vleesballetjes naar die aard van Königsberg in de tijd. Heb ik als kind enorm graag geëten. Ja, en dat is dus een stad in Oost-Pruisen, dus helemaal in het oosten van Pruisen, waar vandaag is dat, de dag... Sorry voor mijn nieuwsgierigheid. Is dat die stad met die 7 bruggen? Dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Je hebt dat, maar is dat die stad waar Immanuel Kant zat? Dat weet ik ook niet. Over Immanuel Kant weet jij meer dan ik. Ja, maar er zijn 2 Koningsbergen. Ik heb het op Google Maps opgezocht. Maar... Ja, Google Maps is dus helemaal in het oosten. Vandaag is dat waarschijnlijk een van die Baltische staten of Polen. Ja. Maar vroeger was dat dus Oostpreußen, helemaal in het oosten gelegen aan de Duitse kant. Ja. Ja. En daar ging hij dus naartoe in 1800 en daar verwierp hij een benoeming in de universiteit in 1809. En dan kwam hij naar Gotha als generaalsuperintendent, waar hij tot aan zijn dood werkte. Als theoloog vertegenwoordigde hij in zijn geschriften het standpunt en rationeel supernaturalisme en handelde hij naast dogmatiek met bijbelse filologie. In de kerkelijke politiek vocht hij tegen de dwang om toezeggingen te bekennen en nam zo een universiteitsvriendelijke positie in. Aha. De belangrijkste verdienste van de publicatie van de werken van Philip Melanchthon wordt bekeken in een door hem ingehuldigde Corpus Reformatorum. En Philip Melanchthon was ja iemand die samen met Luther gewerkt en gevochten heeft in een tijd. Dus vandaar een zeer interessante persoon. Zoals ik zei, de kleine domper komt dan op het einde. Bret Schneider werd op 19 juli 1808 in de Vrijmetselaarloge van de Drie Tekentafels in Altenburg genomen. In 1829 sloot hij zich aan bij de Lodge Ernst in het Kompas van Gotha, waartoe hij tot het einde van zijn leven behoorde. Nu kun je zeggen van, ja, maar waarom leest je dan nu een boek van een vrije metselaar? Daar ga ik u op antwoorden, ja, waarom ga ik anders een boek lezen van zelfs een Malteser Ritter? Omdat ook deze mensen eens een keer de waarheid zeggen. En bijvoorbeeld Avro Manhattan, een van de meest, voor mij dan toch tenminste, ook al heb ik zijn werken niet gelezen, maar meest gewaardeerde schrijvers van de 20e eeuw, als het gaat over de Romeins-Katholieke Kerk en wat zij daadwerkelijk voorstelt, is Avro Manhattan. En Avro Manhattan was een ridder van de orde van Malta. Ja. Ja? Ja, ja. En daarom smijt ik toch zijn boeken niet zomaar weg. Waar enorm veel dingen in staan. Het is alleen zo, dat als we dit boek natuurlijk wel lezen, dat we rekening daarmee moeten houden dat hij gedeeltelijk, ook al was een protestant is opgevoed, dat hem toch wel gedeeltelijk ook gnostische leer vertreedt. En dat hij dus lid was van een vrijmetselaarsloge. Ja. En dan moet men gewoon rekening mee houden. En dat is ja ook dat interessante als men deze boeken leest. Dat men dan alles wat men leest in deze boeken. En dat doet Perry, denk ik, in elk boek dat hij leest, gelijk ik dat ook doe. Dat we alles meten aan de Bijbel. Ja. Want de Bijbel is onze maatstaf. Ja. En wij gebruiken in de Nederlandse taal gebruiken we de Statenvertaling Bijbel. Ja. Ja. Natuurlijk zullen we die waarschijnlijk vroeg of laat ook eens een keer tijdens het lezen hier van dit boek open doen. Maar ik vind het voornamelijk in de beginfase eerst een keer interessant om te zeggen van kijk,
Wij gaan hier een boek lezen dat in de eerste helft van de 19e eeuw geschreven is van een Duitser, dan vertaald naar, van een Nederlander, omdat Duitsland en Nederland hebben een zeer samengaande geschiedenis eigenlijk. Zelfs de talen. Ja? Het Nederlandse is een afdwaling van het Duitse eigenlijk. Ja? En we hebben eigenlijk een gemeenschappelijke geschiedenis. Ja. En dat vind ik heel belangrijk om ook eens een keer op te wijzen. Want tenslotte is dit soort geschiedenis iets wat ze vandaag in deze nieuwe wereldorde, ja, in de jezuïtisch geleide Vaticaanse nieuwe wereldorde, compleet allemaal willen afschaffen. Deze soort cultuur, deze wortels die wij hebben en die ons met elkaar verbinden. En ik heb dat boek dus niet op voorhand gelezen. Ik weet ook niet waarover dat gaat. Ik heb alleen maar eventjes in de inhoud gekeken, in de inhoudstafel. Je kunt ja eventjes een keer een beetje naar beneden scrollen. Ja, je kan nog steeds meekijken. De inhoudsopgave, die heb ik ook gezien. Ja, eerst komt de voorrede, maar daarna komt die inhoud. De voorrede kunnen we skippen, dat heb ik geen zin in. Daarna komt de inhoudsopgave, ja. Een paar bladzijden verder. Nou, die voorrede zal ik dus niet volledig schrappen. Ja, maar goed. Je hebt in elk geval gehouden. Ja. In de eerste afdeling, het is hier de inleiding en dan de inrichting van het bestuur der kerk in de drie eerste eeuwen. Dus het gaat over het kerkgeschiedenis echt van de kerk van de eerste drie eeuwen. Dat wil zeggen vanuit het apostolisch geloof vertrekkend. Uh-huh. De invloed van de christelijke keizers op de kerk. Daar heb ik al natuurlijk met die benaming een probleem, want christelijke keizers bestonden er niet. Dat waren Romeinse keizers en die waren niet christelijk. Klopt. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen dat wij kunnen opwerken als we zo'n boek lezen. Ja? Ja. Invloed van de splitsing des Romeinse Rijks op de kerk. Mm-hmm. De vestiging van het pausdom en dezelfde betrekking tot het herstelde keizerschap in het Westen. Volkomen ontwikkeling des pausdoms door Gregorius de Zevende, Hildebrand, ja, die een duivelse persoon die onder andere koning Hendrik de Vierde naar Canossa heeft laten gaan, als je verstaat wie dat was, als je geschiedenis kent, der gang naar Canossa. Nee, het niet, pausdom, maar... ja? Gaan we door. Ja, het pausdom en de kerk, en dan gaan we nog verder. Het pausdom in betrekking tot den staat, ja, dat is dus in feite, ja, gelijk ik altijd zeg in al mijn andere talen waar ik het voorlees, dat het pausdom een smelting is tussen kerk en staat. Ja. Dat dit het vierde beest van Daniel Rome zo anders maakt als die andere drie beesten, namelijk de leeuw van Babylon, de beer van Medo-Persië, de panter of de leopard van Griekenland en dan het onbeschrijfelijke vierde beest dat Rome voorstelt, is zo anders omwille van dat het een samensmelting is van kerk en staat. Klopt. Zeker in Amerika heel goed te zien met de 501c3 tax exempt status, ja, dus die waar ze allemaal van de belastingen mogen vrijgesteld zijn. Ja, dank je. Je moet me hier en daar met mijn woorden een keer helpen, Perry. Dat vraag ik wel, ja. Want ik ben het Nederlands niet zo goedmachtig als ik het zou willen. En dat komt zeker te dragen als we dit boek gaan lezen. Maar ik vind dat is een keer een echte uitdaging voor mij om eens een keer zo'n boek te lezen en te bespreken. En daarom heb ik jou heel graag daarbij, want alleen zou ik dat eerlijk gezegd... Ja, ik zou het wel durven, maar ik heb meer vertrouwen daarin om dat te doen als jij daarbij bent. Oh. Dat is te veel eer, maar ga door. Nee, dat gaat goed. We lezen dan verder over de toestand der geestelijkheid en van de kerkelijke eredienst. Mm-hmm. Daar gaat het dus over de mis en de sacramenten. Mm-hmm. Ga ik maar een keer vanuit, hè, als ik dat zo van de titel gewoon versta. De pogingen tot hervorming, voor de hervorming gedaan. Ja, dat is een zeer kort stuk in dit boek, uiteraard, want die pogingen waren nog niet bijzonder veel bezig. En dan in de tweede afdeling, alleen je ziet het zelf, het heeft nu geen zin om de hele te gaan. Eén seconde. Overzicht, daar staat dus weer een G. Ja, als je dat momenteel doet in het Nederlandse onderwijs, dan krijg je een 4. Ja. Wacht even, ik heb nou een beetje problemen met mijn muis. Ja, ik ben nu verder gegaan naar bladzijde 20, de inleiding, omdat je zei dat we dat voorwoord wilden schrappen. Ja,
Maar ik wil even naar de inhoudsopgave kijken. Dat vind ik toch wel interessant. Mm-hmm. Ja, is ook. Maar als we nu de hele inhoudsopgave lezen, dan komen we echt niet verder in dat wat het boek eigenlijk uitmaakt. We zullen wel zien, maar... Denk ik niet het hele boek op zijn vrijmetselatorisch voordragen. Dat is beneden mijn waardigheid. Het punt is gewoon de titel van het boek, De Kerkhervorming in Duitsland. Mm-hmm. En ook leuk hoe dat in Duitsland schrijft, met C-H-S-C-H. Naar haar aard en haar ware geschiedenis. Ja. Dat is op zich een zeer interessante titel. En hij begint dus daadwerkelijk bij de apostolische kerk in de eerste eeuwen. En vertrekt dan verder tot deze kerk in de vierde eeuw. In feite gevangen genomen wordt door het Romeinse Rijk. En het is ja ook interessant om te zien hoe hij schetst dat hij, noemt hij de Romeins-Katholieke Kerk christelijk of maakt hij daar het belangrijke verschil dat vele mensen ja niet maken. Ja. Je weet ja ook, zo goed als ik, Perry, dat vandaar in de wereld in die wij leven, de meeste mensen de Romeins-Katholieke Kerk identificeren met christendom. Ja. Maar de Romeins-Katholieke Kerk is even christelijk als Satan. Dat is namelijk de kerk van Satan. Ja. En niet de kerk van Jezus Christus. Ja. En dus is het belangrijk, als we hier dat boek gaan lezen, om te zien hoe verklaart hij aan de mensen wat de Romeins-Katholieke kerk überhaupt is. Want zelfs als hem daarvan uitgaat dat de Romeins-Katholieke kerk het christendom is, ja, wil hem dan het christendom hervormen? Wil hem dan Jezus Christus hervormen? Aha. Dat zijn interessante vragen die we ons gaan stellen in de loop van de lezing van dit boek, veronderstel ik. En ik zeg het, ik heb het boek niet gelezen op voorhand, Perry ook niet. Dus we gaan eens niet zien wat de Heilige Geest ontbrengt in de studie. Ja. Ik wil even voor de kijkeraars zeggen, ga eens kijken naar die film In the Name of the Rose. Met James Bond. Daarin komt de frase, of de vraag aan Sean Connery, precies, ja. Wordt aan Sean Connery gevraagd, waarom is de kerk zo rijk? En Sean Connery zegt, nou, de kerk is zo rijk omdat jullie zo slecht zijn dat wij heel veel geld nodig hebben om jullie tot goedheid te dwingen. ik parafraseer, hè? Dit komt uit in de Ja, ik zou het anders zeggen. Ik zou zeggen, de kerk is zo rijk omwille van dat ze haar rijkdom opgebouwd heeft op twee grote leugens. En deze grote leugens zijn in de eerste plaats de pseudo-Isidorische decreten en in de tweede de schenking van Constantijn. Allebei vandaag de dag bewezen en internationaal van iedere historicus herkend dat dit frauduleuze papieren waren. Want daarop baseert de Romeins-Katholieke kerk haar rijkdom. Zo gaaf, man. Toen Obama ook beloofde dat die banken, die hadden dan een bepaalde term. En die banken hadden heel veel geld gekregen. En Obama zei, dat ga ik niet doen. En wat hij heeft gedaan, hij heeft het van naam veranderd. Toen heette het bail-out. Bailout, ja. Ja, omdat die banken zijn natuurlijk relevant voor het systeem. Ja? Ja, ja, ja. In Duitsland hebben ze dat woord gevormd, systeemrelevant. Mm-hmm. Ja, dat wil zeggen van, dit systeem kan niet existeren zonder die banken. Klopt, volgens mij klopt het wel hoor. Ze hebben wel een diepe waarheid te pakken. Maar als je dan een financieel systeem maakt, maak dan een systeem wat te vertrouwen is. En niet een systeem waarbij Jan en alle man op een gaspedaal kan trappen of op de rempedaal. Ja. En dan gaat hij even achterover worden. Oh, wat loop je versterkt. Allemaal weer laag. Doe nog allemaal de banken dicht en haal dat monopoliegeld van de markt. En we zullen ons wel redden, hè? Ja. Maar dan even over geld gesproken. Waar ik het zonder meer over wil hebben, is dan van de eerste afdeling, dan nummer 10. De inkomsten van het pausdom. Heb jij die gelezen? Nee, ik zeg toch, ik heb het boek niet op voorhand gelezen. Nee. Ik heb de voorrede gelezen die gezegd heeft, we gaan schrappen. Maar ja, dat is... Het monnik zegt, maar dat is de eerste afdeling is dat. Eerste afdeling, en dan nummer 19. De toestand der christelijke kerk in het Westen onder de pausen voor de hervorming. Dat is de eerste afdeling, paragraaf 1, die ik hier zie op bladzijde 20.
En daar zou ik dan ook graag beginnen willen lezen. Als dat een ja, doe maar, doe maar, doe maar. Dan wel even maar ik wil het wel hebben over de inkomsten van het pausdom. En die staat op pagina 53, maar in de PDF is dat dan pagina 57 of zo. Ja, maar daar komen we dan nog naartoe, Perry. Loop ja, toch niet vooruit op de feiten. Als we dat boek gaan lezen, komen we daar sowieso naartoe. Dus, Okay. Hup er maar doorheen. Welke PDF-pagina heb jij in beeld? 20. Paragraaf 1, inleiding. Okay. Ja. Ja? Ja. Ik zal mooi een beetje uitvergroten. Kom maar. Goed. En we gaan het dus samen lezen. Hè? Dus als ik iets verkeerd zeg of zo, of als ik een vraag nodig heb, dan kan ik op jou terugvallen hier in dit geval. Ja? En ook als ik misschien zijn woord niet te goed uitspreek, dan verbeter mij alstublieft. Okay. Ik heb het graag als ik bijleer, ook met deze oud-Nederlands, dat ik mijn woorden te goed kan uitspreken. Hoe zeg ik? Ja, uitspreken zeg ik gewoon. Pronunciation, hè? Ja. Ik wil dat te goed doen en daarom vraag ik dus, als ik een beetje hulp nodig heb, dat je mij daarin helpt. En ik hoop dat de toeschouwer en luisteraar mij vergeeft als ik hier en daar eens een keer een foutje maak. Ik ben ach, geen man, het sterft hier in Arnhem van 30% van de mensen kennen helemaal geen Nederlands. Die praten Koerdisch, Chinees, Japans, zeg het maar. Ja, maar ja, voor die mensen maken we deze video, Jannie, hè, Perry? Nou, misschien ook wel, want misschien willen die mensen... Als ze Nederlands willen leren. Als ze zich daartoe willen bekeren, ja. Ja. En dan gaan ze Nederlands leren. Dan gaan ze leren dat iemand zoals jij, geboren te Hamburg... Je kan ook Engels, je kan zelfs effing Frans. En je kan ook Nederlands. Dus ja, en waarom die mensen niet? Dat is een goede vraag. Ja. Read on. Goed, gaan we beginnen. Paragraaf 1, de inleiding. De waarde der grote verandering welke de kerk in de 16e eeuw onderging, kan men evenmin helder inzien als overtuigend aanwijzen, tenzij men zich de toestand voor den geest stelle, waarin zich de Rooms-Katholieke of Westerse kerk bij den aanvang der hervorming bevond. Geweldig. Daaruit... Als ik daar iets hoor aan jou kan, dan blijf ik altijd stoppen en denk dat je iets wil zeggen vandaar. Ja, maar er staat Rooms-Katholieke of Westerse. Ja, omwille van de splitsing in 1054 in Westerse en Oostelijke Kerk. Wij hadden dat schisma in 1054, waar de Oostelijke Kerk onder Constantinopel zich afgetrend heeft van de Westerse Kerk in Rome. En daaruit is dan ontstaan de, wat we vandaag noemen, de Grieks-Orthodoxe of de Russisch-Orthodoxe Kerk. Wacht even hoor, ik lees de zin, moet ik even goed begrijpen hoor. Wow. Dus vandaar heb je de Westerse Kerk, dat is de Rooms-Katholieke. En je hebt de Oosterse Kerk, dat is de Orthodoxe Kerk. De Grieks-Orthodox en de Russisch-Orthodoxe Kerk. Ik snap het, ja. Ik snap het. Oké, en dat schisma is gebeurd in 1054. De Romeins-Katholieke Kerk heeft dus altijd al gevochten daarmee... dat ze niet enig was. Ja? En dit schisma was het eerste. En de reformatie dan in de 16e eeuw was het tweede. Ja? Waar die mensen met miljoenen uit de Romeins-Katholieke Kerk buiten kwamen. Omdat ze de roep van God in Openbaring, kapitel 18, vers 4 gehoord hebben. Kom daaruit. Komt uit haar heruit, mijn volk. Ik weet niet hoe dat in Nederlands noemt. Ik zou de statenvertaling eens daarbij moeten nemen. Ik heb die website hier nu niet open. Ik kan dat eens een komt keer gaan opdoen. Komt daaruit, mijn volk. Lijkt mij een prima stapeltje woorden op zijn Nederlands. Hier, statenvertaling. Ik heb ze hier eventjes gaan open doen. En dan een keer kijken naar het Nieuwe Testament. En dan... Moeten we direct... Oei, waarom gaat dat hier niet naar beneden? Openbaring, dat is het. En het laatste boek, Openbaring, kapitel 18. En dan lezen we in vers 4. En ik hoorde een andere stem uit den hemel zeggende... Gaat uit van haar, mijn volk, omdat jij en haar zonden geen gemeenschap hebt. En opdat jij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe. En God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden. Als men dan de Bijbel citeert, dan kan men het te goed doen. Zo, daaruit
gaat de auteur verder, zal men kunnen opmaken of de kerk behoefte had aan verbetering en of de door Luther en zijn medearbeiders teweeggebrachte verandering in het kerkelijke ook inderdaad de naam van een verbetering der kerk verdiende en de offers waardig was, die men zich daarvoor moest getroosten. Maar van den toestand waarin de westerse kerk, die in de pausen haar middelpunt had, allangs gekomen was, kan men zich geen helder begrip vormen, zonder daarmee den toestand der kerk in de eerste 1000 jaar na Christus te vergelijken. Mm-hmm. Want het eigenlijke pausdom, geheel ontwikkeld als het was bij den aanvang der hervorming, dus in het begin van de 16e eeuw, ontstond eerst in de 11e eeuw op deze manier. Nu, daar weet ik niet waar de auto naar mee toe gaat, want het pausdom is ontstaan in het 17e eeuw, in 606 met name. En daar heb ik uitvoerlijk over gesproken in mijn Duitse lezing Romanisme en de Reformatie van Henrik Retten Guinness. Mm-hmm. In een van de eerste delen waar we de 1260 jaar gelegd hebben op die tijd van 606 naar 1866. Mm-hmm. En dat bewezen hebben op basis van Gregorius de Grote. Gregorius de Grote, de toenmalige bischop van Rome, die een brief of die brieven geschreven heeft aan de toenmalige keizers die vertoefden in Constantinopel. Ja? Mm-hmm. En aan Mauritius heeft die brieven geschreven en aan Phocas, Phocas, de opvolger van Mauritius, heeft dan de opvolger van Gregorius tot de eerste paus benoemd, doordat hij hem de macht gegeven heeft, de spirituele macht over de westelijke en oostelijke kerk samen. En dat was gebeurd in 606-607. Ja? Dus waarom de auteur hier spreekt dat dat pas in de 11e eeuw was, en hij haalt er natuurlijk aan over wat we later spreken, Gregorius de Zevende, Hildebrand, in 1074 ongeveer is dat gebeurd, denk ik. Dat zullen we straks wel lezen hier in dat boekje. Dat was natuurlijk toen was het pausdom enorm gefestigd. Maar ontstaan is het eerder al. Ja? Ontstaan is het pausdom in 606 na Christus. Anyway, de auteur gaat voor te zeggen... De mag ik een insteekje maken? Ja, bitte. Alsjeblieft, ja. Ja. De kerk is voor mij niet per se een gebouw. De kerk is voor mij de bijeenkomst, de samenkomst. Dat kan ook in een boerenschuur zijn. En ik zie in die zin de kerk als de westerse kerk. Het is in principe gelijk aan boeddhisme, maar dan westers. Het is de westerse kerk. Het is de mensen van het woord. In het begin was het woord en het bla. Dat noem ik de westerse kerk. Want die oosterlingen, en niet dat ze slecht zijn of whatever, daar gaat het niet om. Maar al die boeddhisten zijn overgenomen door de katholieken. Er zijn helemaal geen boeddhisten meer. Maar er zijn wel nog bijbelgelovende christenen. De westerse kerk. Vandaar, nee, we gaan maar door. Ja, maar je mocht nu ook niet de fout doen, Perry, dat je de westerse kerk aan de ene kant ziet en de oosterse religies aan de andere kant. Gelijk dat jij nu opnoemt boeddhisme of islam en dergelijke dingen meer. Dat heeft daar niks mee te doen. Ja. Het is een splitsing binnen de enige zeligmakende kerk, wat de Romeins-Katholieke kerk van zichzelf zegt dat ze dat is. En die is opgesplitst in een oosterse en een westerse deel. Ja. Dat is gebeurd in feite, kijk, als in 321 Constantin het christendom tot de staatsreligie in het heidense Rome verheven heeft, heeft hij alle christelijke waarden in feite overboord gesmeten en hij heeft alles geheidenseerd, ja, dus heidens gemaakt. Ja. In 321 heeft Constantin niet het heidendom gechristianiseerd, maar hij heeft het christendom geheidenseerd, of hoe men dat kan zeggen. Ja, met heidense dienst voorzien. Ja? Al die mensen die in deze nieuwe kerk stroomden, mochten al hun oude
heidense tradities houden. Ze mochten alle hun heidense goden houden. Ja? Rome heeft heel veel goden aangebeden, die uitgesteld stonden, die tentoongesteld stonden in het Pantheon en dergelijke dingen meer. En al deze goden mochten ze houden, alleen hebben die een andere naam gekregen. Ja. En zo werd van Jupiter ineens Petrus, die vandaag de dag nog in de Vaticaan staat. Ja. Ja? Zo simpel is dat in feite. Mm-hmm. Al die heidense goden hebben namen gekregen van christelijke heiligen. Ja. Waarbij de Bijbel heel duidelijk zegt, alleen die heiligen zijn alleen maar levenden. In de Romeins-Katholieke Kerk zijn de heiligen alleen maar dood. In de Romeins-Katholieke Kerk kun je niet heilig zijn, het zij dat je gestorven bent. En heilig verklaard wordt. Ja. Eerst word je zelig verklaard, dan heilig verklaard en zo verder. Dat is een hele procedure. Daar staat niks van in de Bijbel. Mag ik een kleine korte grap maken? Tuurlijk. Ja, er in Nederland is een uitdrukking, stinkend rijk. Die komt ervan dat de rijken van het dorp, die lieten zich begraven in de kerk. Dat is echt waar, ik ben er langs geweest, hè? Ik heb het gezien. De graven lagen in de kerk. Maar dat vlees, die kevers en die maden, die proberen er wel wat aan te doen, maar dat stonk als de hel, man. Dus dan ging je naar de stinkende rijken. Maakt heel veel zin, ja. Ja, lijkt me wel. Een fijne zondagochtend in de stront lucht zitten. Of nee, ik heb nog nooit de lucht geroken van een kadaver. Jij wel? Ja, dat is een stomme vraag natuurlijk. Maar het schijnt heel vies te ruiken, hoor. En vandaar stinkend ruik. Ja. Nee, ik kan me niet herinneren dat ik het geur van een kadaver al eens een keer geroken heb. Nee. Ik heb een keer een dode rat hier in de woning gehad. Nou, die heb ik wel al eens geroken, ja. Ja, maar dat was ook mijn eigen schuld. Maar niet die rat in jouw woning, maar een dood dier heb ik wel al eens een keer geroken, ja. Maar ja, geef water. Laat ons niet te ver afdwalen van het onderwerp. Het punt die ik wilde maken is gewoon van de Romeins-Katholieke Kerk is geen christendom. Het heidense Rome heeft toen het echte christendom gekaperd. Gevangen genomen, mm-hmm. Ja, geeft zich sindsdien als dat uit en heeft dus een schisma gehad in 1054, waar zich de oostelijke kerk, want van het ogenblik dat Constantin, ja, die keizer noemde zo, mm-hmm. Die heeft dan zijn zetel van Rome verplaatst naar Byzantinium. En dat noemde toen Byzantinium, dat noemt nu Constantinopel. Dat is wat we vandaag de dag als Istanbul, denk ik, kennen. Hè? Ja, ja. Dat is diezelfde stad. Ik moet er toch nog een. Nu moet er nog eentje uit. Uit mijn jeugd. Daar was een kinderliedje en het ging als volgt. Constantijn had een hobbelpaard zonder kop en zonder staart. Daar reed hij mee de kamer rond, zomaar in zijn blote. Constantijn had een hobbelpaard. Ja, wij kinderen zongen dat op straat en niemand kon er wat tegen inbrengen. Nee, dat is waar. Maar ja, dus voor die mensen die geschiedenis niet zo ver gevorderd zijn, omwille van dat geschiedenis in school altijd een enorm dol lessen was, en dat moet ik je even toegeven, dat was het ook, want daar heb je niks geleerd, daar was alleen maar op voor te slapen. Mm-hmm. Geschiedenis wordt pas interessant als je politiek en religie met elkaar verbindt, en dat doen ze ja nergens. Ja. Dat is ja ten strengste verboden. Ja. Want je zou eventueel een keer twee synapsen in je hersenen kunnen gaan gebruiken en voor jezelf beginnen gaan peizen en denken, en dat mag dus niet. Constantin ging toen dus naar Byzantinië en heeft die stad genoemd Constantinopel, die vandaag de dag Istanbul is, mm-hmm. En heeft daar zijn keizerzetel opgericht. En sinds dat ogenblik werd Rome, het keizerrijk Rome, bestuurd niet van Rome uit, maar van Constantinopel. Mm-hmm. En dat vacuüm dat opgetreden is, dat machtvacuüm dat opgetreden is, werd toen gevuld door de paus. Die toen nog niet de paus was, maar de bischop van Rome, die geleidelijk aan macht won en won en won. Mm-hmm. Tot Rome dan in 476 door de aanval van de Goten gevallen was en opgesplitst is in 10 verschillende koninkrijken, waarvan 3 uitgeplukt zijn met de wortel.
waar helemaal niks meer van over is. En de overige, dat is dat wat wij vandaag de dag de Europese Unie noemen. Dat zijn de Duitsers, de Fransen, de Spanjaarden, de Portugezen, de Italianen en zo, en zo verder en zo verder. Ja? In die verschillende naties is toen Rome gevallen. En daar is dan uit dat vacuüm toen de paus opgestegen en in 606 heeft hij dus van Phokas die macht gekregen, zowel over de westelijke oude bekende Romeinse kerk als over de oostelijke Constantinopolitische kerk, ook te kunnen gaan heersen. En daarmee is hij dus de Pontifex Maximus geworden, de Brugbauer, ja, de Brug tussen Oost en West. Ah, ja. Samen te voegen en heeft ook die zetel aangenomen. Ja? Dat eventjes een keer ter geschiedenis dan weer bij. Dus als we over West- en Oostkerk spreken, dan spreken we over de Romeins-Katholieke Kerk, die zich daar opgesplitst heeft in 1054, mhm, als dus dat, wat Phokas samengevoegd heeft onder Innocens den Derde, was het zeker. Mhm. Innocens of Boniface den Derde, de paus in die tijd. Mhm. Boniface den Derde was het. Wat hij daar toen samengevoegd heeft, is in 1054 terug uit elkaar gegaan. En is tot vandaag uit elkaar. En de oostelijke orthodoxe kerk, zoals ze genoemd wordt over het algemeen, die accepteert niet de ultramontane leiding van de paus. Klopt. En daarom zijn die toen gesplitst. En dat kan de paus niet accepteren, want de paus is ja de vertegenwoordiger van Christus op de hele aarde. Dus ook voor de oostelijke kerk. Ja? Even en daarom hebben als die... ik even mag interruperen voor onze Nederlanders. Wij hebben dat akkefietje gehad in Srebrenica. Dat ging over die kerk al daar. Dat was een actie van de paus. Je hebt het over de oorlog in Servië van de eind van de jaren 90 van de laatste eeuw. Ja. Ja, absoluut. De Serven zijn al vervolgd geweest in de Tweede Wereldoorlog door de Kroaten, die een katholieke staat opgericht hebben, mm-hmm, door de Ustascha. Ja, mm-hmm. Daar heb ik uitvoerig over gesproken in mijn video's van The Secret History of the Jesuits, zowel in Duits als in Engels. In Engels, die video's moeten in feite nu op dit ogenblik, we zijn vandaag den 17. december, nog gepubliceerd worden. Maar daar kom ik nog een keer naartoe. Dat zijn 30 in totaal. En ga dat niet missen als je Engels kunt. En als je iets verstaat over de Jezuïten of iets wil leren over de Jezuïten, mis deze boeklezing niet. Weet je, ik vind enorm het belangrijk. Ik wil wel even een vrolijke opmerking maken. Mm-hmm. Maar het feit dat onze grootste vijand zich vernoemd heeft naar onze grootste Heer, is een prijs voor ons. Dat kunnen wij in onze broekzak steken. Een Jezuïet is niet gelijk Christus. No way, Jose. Nee, dat enige wat die gemeen hebben is de beginletter van de naam. Alleen de letter, oké. Okay. Ja, alleen de beginletter van de naam, meer niet. Zoals hemel ook dezelfde beginletter heeft als hel, maar daarom niet hetzelfde is, hè? Ja, op die manier, ik begrijp je. Ja. Oké, okay, maar gaan we nog kijken hoe zo lang zijn we bezig? We hebben nog ja, we gaan zeker verder. Ik denk dat misschien een paar interessante punten waren ook voor onze luisteraars om te verstaan. Als een benieuwd is hoe het verder gaat. Ik bedoel, al dat wat ik nu al gezegd heb, heb ik al 1000 keren gezegd in Duits en 2000 keren in Engels, maar ik heb het nog nooit niet in Vlaams gezegd. Dus kan dat ja misschien ook voor een paar mensen interessant zijn. Allee, dus we gaan verder lezen. De kerkelijke leerstellingen behoeven hierbij alleen in zoverre in aanmerking te komen als zekere beweringen omtrent den paus, de priesterschap, de priesterlijke macht en wijze van bestuur op kerkelijke leerstellingen gegrond of althans daardoor ondersteund werden. Want de hervorming bedoelde aanvankelijk alleen de afschaffing der vele in de erendienst en in de inrichting der kerk ingeslopen misbruiken, of noemen we ze rituelen en tradities. Maar had geen zins ten oogmerk de leerstellingen te hervormen. Dat was ook Luthers grote tekortkoming. Ja? Hij heeft nog heel veel Romeins-Katholiek gist in zijn brood gehad. Ja? Er was geen plan gevormd om een hervorming tot stand te brengen, die zich over het geheel, dat wil zeggen over de leerstelling, over de eredienst en het bestuur moest uitstrekken, maar, zoals wij nader zullen aanwijzen, slechts toevallig begon de strijd
En slechts één leerstuk was er dat in Luther's ziel vooraf was bepaald. Alleen in zoverre betrof de hervorming de leerstellingen, als dit enkele leerstuk als richtsnoer op anderen toegepast konde worden, of als Luthers bestrijders in den Twist mit hem leerstellingen mengden, om hem te wederleggen. Dit gemis van een vast plan was wel een gebrek der hervorming, het welk aanmerkelijke nadelige gevolgen had, maar hetzelfde strekt tevens ten bewijze van de onschuld van de fromme bedoeling waarmede Luther zich eerst tegen een misbruik in de kerk verzette en toont dat de hervorming geen listig overleg, heimelijk voorbereid plan, geen samenswering tegen de toen bestaande kerkelijke macht was, maar geboren werd uit de oprechte zucht om misbruiken af te schaffen die onverdraaglijk geworden waren. Ja, dat is mooi geschreven. Dat vind en ik mooi ook voorgelezen. Dank u. Het is daarom voor ons tegenwoordige doel volkomen toereikend dat wij, zonder ons in de geschiedenis der leerstellingen te verdiepen, alleen het beeld van de inrichting en het bestuur der kerk voor de hervorming schetsen en de oorsprong benevens de ontwikkeling voorstellen van hetgeen de hervormers als misbruik aanmerkten en afschaften. Dat brengt ons tot paragraaf 2. Ja. De inrichting en het bestuur der kerk in de drie eerste eeuwen. Dus hier gaan we nu terug naar de daadwerkelijke fundering van de kerk. Mm-hmm. Ja? En verder dan deze eerste alinea heb ik ook niet gelezen in voorbereiding. Dus dat is dan ook allemaal nieuw voor mij. Ja. De stichter des christendoms had geen voorschrift nagelaten omtrent de wijze waarop de door hem gestichte godsdienstige vereniging of de kerk ingericht en bestuurd moest worden. Jo, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Wat denk jij daarvan, Perry? Jezus Christus heeft gezegd, de Heer wil aanbeden worden in waarheid en in geest. Hij heeft niet gezegd dat wij kerken of tempels moeten gaan bouwen, want hij heeft gezegd, God verblijft niet meer in tempels of in gebouwen steen gehouden voor de mensen. Ja? Ja. En godsdienstige vereniging? Nee, Jezus Christus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam zijn verzameld, in hun midst zal ik zijn. Ja. Een dus andere vraag is, hoe vaak ging Jezus naar de kerk? Even voor de kijkeraars. Hoe vaak ging Jezus naar de kerk? Volgens de Bijbel. Elke dag? Ja. Nee, man, dat was die ene keer dat hij die geldwisselaars tafeltje. Nee. Het staat duidelijk geschreven dat het zijn ritueel was, om dit woord te gebruiken, in mangeling van een beter woord hier in Nederlands voor mij, om elke zaterdag in de synagoge te vertoeven. Oh wel. Ah wel, ja, het staat geschreven, mijn vriend, lees uw Bijbel. Ja, oké. Nee. Jezus ging zeer regelmatig naar de synagoge. Hij predigde in de synagoge. Ja. Kijk, maar dan ga je niet... Ja, kom op. Dat is de andere kant. Maar niet dat Jezus zei, je moet iedere dag naar de synagoge. Want al die heikels die daar hadden... Dat heeft hem niet gezegd. Het gaat je ook daarover... Lees die zin eens een keer correct hier. Het staat daarover, de stichter des christendoms had geen voorschriften nagelaten. Dus het gaat over die tijd als hij weg was. Omtrent de wijze waarop de door hem gestichte godsdienstige vereniging of kerk ingericht en bestuurd moest worden. Ja. En daar ben ik met die auteur niet akkoord. Want als je de epistels van Paulus leest, als je Romeinen leest en Korinthers en Thessalonikers en zo verder, dan gaat het overal om inrichting van kerken. Daar gaat het overal om inrichting van geloofsgemeenschappen, om het maar een keer met dat woord te zeggen, dat duidelijk is. En dan gaat het niet erover dat die zich in een of andere gebouw moeten gaan verzamelen en dergelijke dingen meer. Maar alleen al in de 10 geboden heeft de Heer nogal duidelijk laten blijken dat hij geen kerken wil waar afbeeldingen staan en dergelijke dingen meer. Wat wij altijd in kerken doen, afbeeldingen daarop zetten en alles erop en eraan. Jezus Christus heeft geen enkel sacrament ingevoerd. Okay. Jezus Christus heeft de mensen gezegd van... Neem dit brood, breek het, dit is mijn lijf, die gebroken wordt voor de nieuwe verdrag, de nieuwe covenant, het nieuwe testament.
En doet het in herinnering aan mij. En de Romeins-Katholieke Kerk pakt dat brood en zegt met de transsubstantiatieleer dat wij, omwille van dat wij de heilige woorden zeggen, hoc est corpus enim meum, en wij toveren Jezus Christus vanuit de hemel in dat stukje brood en wij maken hem, dat stukje brood, we maken dat nu de lichaam, de geest, het vlees en het bloed, de menselijkheid en de goddelijkheid van de Heer. En wij offeren hem weer en weer en weer en weer. Dat is wat de Romeins-Katholieke Kerk doet. Dat heeft Jezus Christus niet gezegd. En als de auteur hier zegt dat de stichter des Christendoms, en daar spreken we over Jezus Christus, anders droeg je zijn naam ja wel niet, geen voorschriften nagelaten heeft omwille van op de wijze waarop de door hem gestichte godsdienstige vereniging ingericht en bestuurd moest worden, fout! Paulus zegt in zijn epistels over het bischopsamt, dat het een ambt is om na te streven en dat een bischop één man moet zijn, de man van één vrouw, vader van zijn kinderen, voorzitter van zijn huishoud, oprecht, niet dronken, niet liegen, niet dit, niet dat, niet dat doen. Lees het maar een keer na, staat allemaal in het Nieuwe Testament in. En dus met andere woorden, is dat toch volgens mij duidelijk voorschriften nalaten over van wat ik van zo'n geloofsgemeenschap, als ik ze dan oprecht verwacht. Ja, dus is de auto hier al totaal verkeerd, als je het mij vraagt. Ja, de auteur bedoelt waarschijnlijk dat hij geen voorschrift had nagelaten over de afmeting van de stenen. Nee, dat is ja het verschil van het Nieuwe met het Oude Testament. In het Oude Testament hadden ze een tempel, die God ook nooit gevraagd heeft om te bouwen. David heeft God gezegd, ik ga een tempel voor je bouwen. Ja. En God heeft gezegd, nee, jij niet. Je zoon wel. David, even voor de kijkeraars, maar David heeft geneukt met de achterbuurvrouw. Ja, en Salomon heeft met nog veel andere vrouwen geneukt. Dat is toch het punt niet? Nee, maar dan heeft niet iedereen bang wordt voor de Bijbel. Salomon had 1000 concubines. Ja, is toch zo, lees het na. Ja, dat is het punt niet. Het punt is gewoon van, God heeft nooit van de mens gevraagd hem een tempel te bouwen. God heeft Mose aanwijzingen gegeven om een tent op te richten. Mm-hmm. En in dat tent op een bepaalde manier in te richten, ja. Dat daar offeringen konden gedaan worden, die door de Heer aangenomen werden, mm-hmm. die hem een plezier in de neus en in de ogen waren, bij wijze van spreken, omwille van dat deze offeringen allemaal wijsten op dat ene offer dat hij ging brengen als hij zijn zoon tot het kruis ging brengen. Als God, de Heer in de hemel, dat gedaan heeft, wat hij van Abraham gevraagd heeft met Isaac te doen. Ja, klopt. Ja, dat heeft de Heer zelf gedaan. Dat is en die heeft aan Mose duidelijke regels gegeven in de boeken Leviticus en Numeri over die tent die gebouwd moest worden waarin God wilde verblijven bij zijn volk. De Israëlieten in de tijd van als ze door de woestijn aan het wandelen waren voor 40 jaar. Om zich te reinigen. Aha. Ja? Want niemand die uit Egypte uitgegaan was mocht het beloofde land binnen. Alleen die nakomelingen. Omwille van dat die mensen die in Egypte waren, compleet corrupt waren. Ja. En al na 40 dagen afwezigheid van Mozes schreeuwen, maak ons goden om ons voort te gaan, om ons de weg te wijzen, want die Mozes die is weg, we weten niet waar hem is. Wij moeten een God hebben die jij ons moet maken, Aaron. En Aaron heeft al dat goud ingezameld en in kalf gegoten en ze zijn neergevallen, hebben dat kalf aangebeden. De mensen zijn altijd van zo klein geloof, Perry. En dat is toen niet anders geweest dan vandaag. Vandaag is dus noods als kan het zelfs nog erger als toen. Je hebt je ademhaling goed onder controle. Ja, maar echt, ik ben het zo kotsbeu dat ik hier al de eerste zin lees. Ik lees hier de allereerste zin en ik ben al direct in contradictie met die auteur, Autor. Ja, met de schrijver van dit boek. Ik heb een beetje respect voor de moerasduitsers, de Sumpfduitser. Ja. We kunnen wel een beetje Duits reden hoor. Nee, echt waar. Dat werkt in Duitsland, sagen wir, das geht mir furchtbar auf den Keks oder auf den Geist.
In de eerste zin al vind ik er een absolute fout in. Ja. Natuurlijk werden er bepaalde regels, zal ik maar meegegeven. Voorschriften is misschien te hard gezegd, maar regels meegegeven. En daar kunnen we overal in het Nieuwe Testament nalezen over het bischopschap. Ja, ik bedoel, we kunnen dat wel eens een keer gaan doen. Volgende keer dan gaan we ons een beetje voorbereiden. Dan gaan we die bijbelse teksten daaruit zoeken over een bischop. Ja, hallo. Even terug naar de werkelijkheid. Maar wie is er dan een bischop? Ben jij een bischop? Is Tom Frass een bischop? Nee, een bischop, Perry, is gewoon een ambt. Dat is geen iets wat je leven lang gaat dragen of zo. Dat is gewoon iets, een ambt dat je gaat invullen. Ja? Ik ga eens een keer zoeken in het Nieuwe Testament. De naam bischop, kijk. En ik ga eventjes een keer de King James bij de hand nemen. Dat is makkelijker voor mij. Maar jij kunt dat misschien eens in je screen doen. Dat je daar de statenvertaling bij doet. Geen probleem. Ja, precies, ja. Zeg maar waar ik moet zijn. Wij gaan bijvoorbeeld Richard Philippi with the bishops and deacons, Timothy. Ja, 1 Timotheus, kapitel 3, vers 1. Wacht even, het Nieuwe Testament. Dus. Nieuwe Testament, ja. Timotheus. Eerste Timotheus. Ja, en dan Timotheus, ja. Kapitel 3, Timotheus, kapitel 3 en dan vers 1. Kapitel 3, oké. Als je het in scherm hebt, ik heb het hier voor mij, dan kan ik het gaan lezen. Ik heb hem. Ja, je hebt het, oké. Dan lees ik het een keer voor. Ja. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opziener ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Opziener of elder is een bishop in het Engels. Ja? Dus dat woord bishop of bischof wordt vertaald naar een opziener of eldere in de kerk. Aha. Dit is een getrouw woord. Zo niemand tot opziener ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Zo, dan gaan we eens een keer in de King James lezen, dan wordt dat nog verstaanbaarder. Daar staat: This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Ja? Begeert hij een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Een vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn. Geen smijter, geen welgewinzoeker, maar bescheiden. Geen vechter, niet geldgierig. Ik denk dat jullie al die bischoppen van de Romeins-Katholieke Kerk kunnen nemen, ze allemaal in de top kunnen gooien en zeggen van, geen één, houdt zich aan ook maar één van deze regels die hier genoemd worden. Ne? Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Hoe kan hij zijn kinderen in onderdanigheid houden als hem niet getrouwd maar zijn kinderen mag hebben? In de Romeins-Katholieke Kerk. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Hij mag ook geen nieuweling zijn, omdat hij niet opgeblazen wordt en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, omdat hij niet vallen in smaakheid en in de strik des duivels. De diakenen, also diakonen noemen dat vandaag zeker, hè? Diakenen insgelijks, dus dat zijn de helpers van de bischop, diakonessen. Ja, moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven en geen welgewinzoekers. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat deze ook eerst beproefd worden. En dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn. Geen lasteressen. Wakker. Getrouw in alles. Dat de diakenen ene vrouwen mannen zijn. Die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goeden opgang. En vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. En zo verder. Ja. Dus daar zijn nog hier duidelijke regels voor de kerk van Jezus Christus gegeven, of niet? Ja, lijkt me wel, ja. Ja,
Dus, wat zegt een auto hier? Gaan we even terug koppelen. De stichter des Christendoms, Jezus Christus, en de apostelen leren het evangelie van Jezus Christus, had geen voorschriften nagelaten omtrent de wijze waarop de door hem gestichte godsdienstige vereniging of de kerk ingericht en bestuurd moest worden. Doch! In 1. Timotheus 3 bijvoorbeeld. Ja. Ja? En ook eens, in Titus. Mee eens. In Titus 1,7 lezen we het ook. Guys, die kennen Titus 1,7. Toch. Even kijken hier. Titus was er hier. Wat een leuke uitzending. Kan ik de kijkers laten zien? Ik doe alleen maar KI op mijn computer. Ik krijg gelijk King James. Titus 1,7. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods. Niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuilgewinzoeker, maar die gaarne herbergt, die de goeden lief heeft, matig, rechtwaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, omdat zij machtig zij, beide om te vermanen tot een gezonde leer en om tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, enzovoort. Ja. Dus in 1 Timotheus 3 en in Titus kapitel 1 lezen we heel duidelijk hoe een bischop van de kerk moet zijn die Jezus Christus opgedragen heeft hier op deze aarde zijn vertegenwoordiging te zijn. Ja? Ben het helemaal niet eens. De vertegenwoordiging van Jezus Christus is de Heilige Geest, verstaan we nu niet verkeerd. Maar ik bedoel, waarin wij, als wij ons verzamelen, dat wij ook daar bepaalde ordes moeten houden. Anders is er onorde en onze schepper God is niet de God van de onorde, maar hij is de rechtwaardige God van de orde. Ja, ja, wel is het zo dat je uit chaos toch orde krijgt. Ja, maar dan moet het vrijmetselaar voor zijn en dat is de auto van de boek daar ook. Het is wel zo. Sodom en Gomorra was chaos. Ja, als we zo verder gaan, hebben we 200 jaar nodig om door dit boek te werken, als ik elke zin zo ga afpakken. Ja. Maar ik hoop dat je heel goed verstaat waarom dit enorm belangrijk is voor mij, dat we hier deze eerste zin al eens een keer duidelijk analyseren en zeggen van, nee, daar heeft de auteur geen gelijk. Correct. Oké, ik hou de tijd in de gaten. We zitten iets over het uur. Dus dat betekent dat we. Ja, we hebben nog niet om 20 na al opgenomen voor hen, ja? Amai. Ah, dan zijn we tegen het uur aan. Dus, ja, nou, dan laat ons tenminste de eerste alinea hier afmaken. Dan lees ik dan nog eventjes verder. Ja, Inrichting zowel als bestuur der kerk vormde zich daarom slechts allengs naar gelang der behoeften en omstandigheden. Het lag echter in de aard der zaak dat zij, die ooggetuigen van Jezus' leven geweest waren en zijn eigen onderricht genoten hadden, inzonderheid de apostelen, na s Heeren dood het hoogste gezag in de kerk moesten hebben. Maar hoe ver dit gezag zich moest uitstrekken, was nog niet bepaald. Nu, ook dit is een eigen interpretatie van de auteur. Dat insbesondere de apostelen als Heeren dood het hoogste gezag in de kerk moesten hebben. Nee. Ik ken geen enkel apostel die naar het hoogste gezag gestreefd heeft. Nee, ik ken Paulus die gezegd heeft van wij zijn allemaal broers en zussen. Ik ken de leer van Martin Luther, die gezegd heeft van wij zijn allemaal pausen, bij wijze van spreken. Omdat we allemaal op dezelfde level staan en er is maar één Heer en dat is de Heer Jezus Christus. Ja. En wij zijn allemaal gelijken. En de ene voert misschien een ambt uit, gelijk het ambt van de bischop of het ambt van een diakoon, of hoe je het ook wilt noemen, gewoon om die orde te verzorgen in de geloofsgemeenschap, maar Jezus Christus heeft nooit niet gezegd dat de apostelen het hoogste gezag in de kerk moesten hebben. Nee. Jezus Christus heeft gezegd, jullie zijn allemaal broers en zussen en één is jullie meester, Christus Jezus. Ja. Ja? Dus ook hier,
ben ik niet akkoord met die auto. En er is een geval, en daar kan ik eens direct een keer proberen na te kijken. Apollo. Aha. Dat zegt misschien ook iets. Apollo komt ook voor in het Nieuwe Testament. En wij lezen dat bij 1 Korinther 1 vers 12. Dus gaan we eens een keer hier 1 Korintiërs kapitel 1 vers 12. Daar staat geschreven, dat is Paulus die dat zegt. En dit zeg ik, dat ik een i gelijk van u zegt. Ik ben Paulus, ik van Apollos en ik van Cephas en ik van Christus. Is Christus dan gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zit jij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand kan uitleden gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Opdat niemand zegge dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook een huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet vereideld wordt. Want het woord des kruises is wel diegene die verloren kan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het de kracht van God. Dus zegt hij ergens iets dat hij van God een of ander bevorderde, hoograngige stelling gekregen heeft? Mm-hmm. Nee, hè? Ik dacht het niet. Kijk, als we de eerste Korinthers hier nog een keer een beetje voor die eerste vers gaan lezen, dan wordt het misschien een keer duidelijker om te begrijpen. Ja, wat ik mooi vind, dat wij moeten naar de afronding toe. Ja. Wat ik mooi vind, is dat wij stilstaan bij de echte boeken en de Bijbel. Ja, maar dat is dat wat ik gezegd heb in het begin, Perry. Zo'n boeklezing heeft alleen maar zin als je alles meet aan de Bijbel. Mm-hmm. En dat moet onze eerste opgave zijn. De Bijbel is onze maatstaf van wat ons geweten aangaat. Ja? Mm-hmm. De Bijbel is onze hoogste maatstaf voor ons geweten. Ja. Bij mij toch en bij jou, voor zover dat ik weet. Ja, ja. En dus moeten we alles wat we lezen in deze boeken meten aan de Bijbel. En we zijn nog maar in de eerste paragraaf of eerste alinea. Mm-hmm. En we hebben al fouten vastgesteld van die auto waar hij afwijkt van de leer van de Bijbel. Ja, ja. Erg belangrijk dat wij niet doorgelezen hebben en al die fouten geïmpregneerd hebben in de oren en hersenen van onze luisteraars. Zonder te vertellen dat dit leugens zijn. Want je mag geen leugens zomaar vertellen. Nee, best niet. En als een leugen is, dan is het een waarheid. Dat, dubbele negatie. Ja, is een dubbele negatie. ik maak een mooie afronding. En wil jij het laatste doen of zal ik het laatste doen? Wat zullen we doen? Nee, doe ik maar een afronding. We gaan volgende keer verder in deze boeklezing. Hè? Ja. We hebben nog een paar zinnen om te lezen. We zijn nog maar juist begonnen. Precies. Ik wou alleen maar eventjes voor de afsluiting, zal ik zeggen, voordat jij het laatste woord hebt natuurlijk, Perry, in deze video, zou ik graag willen zeggen van dat ik hoop dat eindelijk eens een keer een paar Nederlandstalige mensen deze video oppikken en eens een keer gaan beluisteren en eventueel zichzelf dat boek gaan bezorgen. Perry zal zo vriendelijk zijn in de beschrijvingsbox van de video de link in te doen waar je deze boek gratis in het internet als pdf kunt downloaden. Dat ervoor, staat er hier van voor op de eerste bladzijde mee bij. Heb ik als nota daarbij gemaakt. Zo kan iedereen dat boek voor zichzelf lezen. Of hij kan het openen en met ons samen meelezen. Dat is gelijk met onze Bijbelstudie ook. En ik vind, het ook heel interessant, gelijk Perry ook zegt, dat we niet alleen dit boekje lezen, maar dat we wat je in dat boekje lezen ook meten aan de Bijbel. En dat we dus in feite een combinatie doen van een boeklezing aan de ene kant en een Bijbelstudie aan de andere kant. Namelijk dat we overal waar het nodig is, de Bijbel bij de hand nemen en dat ook al direct gaan meten aan dit boek. Of omgekeerd, dat boek meten aan de Bijbel. Vind ik heel belangrijk. En dat geeft ook de mensen de inzicht, hoop ik, dat ze ook uit vroegere video's verstaan dat we dat altijd gedaan hebben. We meten alles aan de ene maatstaf aan die zich alles moet meten.
En dat is de enige vels op die men alles moet bouwen. Jezus Christus. En daarvoor is het belangrijk zijn Bijbel te lezen. Liefst elke dag. En daarmee kan ik afsluiten. Maranatha. Nou, dat is mooi. Jurre Klisman houdt eindelijk zijn mond. Ik wil nog even reclame maken. Binnenkort ga ik Bijbel lezen met een Joodse vrouw. En zij weet dan iets van Hebreeuws of zo. Gaan we toch weer lekker Bijbel lezen. Mij gaat het daarom. Het is het enige boek dat telt. De rest is leuk, maar lees je het over 100 jaar nog? De kritiek der reine vernoemd. Ik ben een van de weinige lezers. En de grondlagen der moraal. Dat geht voorbij, ja. En de Wille zur Macht van Friedrich Nietzsche. Dat zijn allemaal leuke pogingen. En dan Martin Heidegger met Sein und Zeit. Dat zijn allemaal geen slechte mensen. Maar die boeken, die gaan weg. De Bijbel, die staat ongeveer, nou pak een beet, 2000 jaar. Onveranderlijk. Dat is een bijzonder fenomeen. Leuker dan het eerste beste kunstwerk van Pablo Picasso of zo. Kan ook nog een tijdje staan. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Luister naar mij en luister naar Jurk. En we gaan nu waarschijnlijk nog een stukje verder, want ik wil het nog hebben over de inkomsten van de katholieke kerk of de westerse kerk. En tot die tijd zag ik tjus en dag lieverds.